Kijk eens hier achter mij. Twee genietende mensen. Amai. Ik ben zo blij dat ik lekker knuffels krijg. Ja, dat geloof ik. Ik moet zeggen, ik ben er ook wel wat jaloers op eigenlijk. Ja, ja. Ja, dat geloof ik. Oh, knuffelkantjes. Het is echt de lieve kennen. Janse Jules is een beetje wel wat moe. En wij zelf trouwens ook. Want hij heeft vannacht niet zo goed geslapen. Weer al niet. Ik denk dat ik dat echt al honderden keren hier in de vlog heb eigenlijk verteld. Onze Jules is gewoon niet echt iemand die sowieso al snel in slaap valt. Daar zijn we elke avond anderhalf uur mee bezig. Maar daarnaast wordt hem ook nog wel eens geregeld wakker. Zoals nu afgelopen nacht is hij ook weer wakker geworden. Moest hij gewoon beginnen huilen. Wij weten eigenlijk helemaal niet waarom. We zouden dan veronderstellen dat hij ergens iets aan de pijn heeft of zo. Maar dat zei hij ook niet echt. Dus ja. En eigenlijk afgelopen vier nachten is onze Jules elke nacht alweer best wel lang wakker geweest. Dus het begint zo weer wel wat eigenlijk op te stapelen, de vermoeidheid. We proberen sowieso ook wel onze Jules op tijd in bed te steken. Maar dan eer dat hij dan altijd slaapt, is dat weer al best laat. En ja, voor onszelf dus eigenlijk ook. Maar ik durf ook wel even ook wel een keertje bijvoorbeeld mee vroeg in bed te gaan met onze Jules. En dan als man toch eens een keer op tijd gaat slapen, dan ook gewoon op tijd te gaan slapen. Om toch mijn batterijtjes een beetje op te laden. Hé, hey, er valt er nog eentje bijna in slaap daar. Huh? Ja, wie? Ja, jij. Ik hè? Was hij niet aan het slapen bijna? Zo ligt een beetje te chillen, hij is aan tv kijken ook. We zijn aan het chillen. Ja. We hebben vandaag een werkendag gehad. Ons koffiehuisje was vandaag geopend. En het was best wel eigenlijk een pittige, hè? Mm-hmm. Ja, deze middag, deze namiddag, ja. Zo tussen het ontbijt en de lunch, was het ietsje minder druk. Maar ook wel handig, konden we weer opnieuw bijwerken. Mm-hmm. En voor de rest eigenlijk was het best wel eigenlijk gezellig druk vandaag. Ook wel heel erg leuk. Dus ja, dat was een leuke dag. Dus jullie vandaag al een eerste verjaardagskaartje trouwens ontvangen, want hij is over exacte week jarig. En dat is van dus de babysit heeft hij een kaartje gekregen met een dikke knuffel voor je verjaardag en een Winnie de Pooh kaartje. Zeg, Jules, je hebt een mooi kaartje hoor, met Winnie de Pooh op. Ja, nu ga ik niet te veel reactie verwachten. En hij heeft ook nog een leuk cadeautje. Hij had al trouwens een cadeautje voor zijn verjaardag gekregen. Maar nu heeft hij nogal een cadeautje gekregen. Kijk, hij heeft een vulkaan. En als hij die vulkaan in het water doet, moet hij 48 uur in het water. En dan komt daar uiteindelijk een dinosaurus uit. Ik weet niet of je dat nu zo goed ziet, maar het is dus nu een vulkaan. Oh, maar dan komt hier iemand afgelopen. Zeg, Jules, heb jij een vulkaan? Mooi, hè? Eens kijken bij papa. Kom eens, vertel eens aan papa dat je een vulkaan hebt. Kom. Vertel eens aan papa. Papa, Jules heeft een cadeautje. Papa is komen kijken. Amai. Oh. Amai. Gedaan met de rust, zeg. Oei, oei, oei. Er wordt hier in één keer heel veel beweging in huis. Onze Jules is heel enthousiast. Oh, het zijn vulkaan. Ja, leuk, hè? Mooi. Heel mooi. Te wachten, hè. In ja, vulkaan. En dan gaat de vulkaan openbarsten. Ja, komt daar en dan uiteindelijk een dino uit. We moeten wachten, hoor. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Amai. Wow. Weer al verwend, jongen. Mm-hmm. Huh? Wauw, keileuk. Morgen een bijzondere dag, want dan zijn het in België voor iedereen verkiezingen. Ja, op federaal niveau en voor ons dus ook op Vlaams niveau. En Europees niveau. Dus alle drie op één dezelfde dag. Daar ben ik zelf eigenlijk ook wel blij om, dat nu allemaal gewoon mooi samenvalt. Gebeurt niet altijd. Soms is het er ook een periode tussen. Ben blij. Gewoon drie keren stemmen. En dat allemaal op één dag. Ze noemen dat democratie. Klopt niet helemaal, naar mijn mening. Want het is niet dat voor wie je stemt, dat die de meeste stemmen heeft, dat die dan ook gaat regeren over het land. Dat is in België niet zo. De grootste partijen kunnen samen een coalitie vormen. En als ze aan genoeg zetels komen om dus in de meerderheid te zijn, dan heb je dus een regering en zo kan je dat vormen. En alle andere partijen, die krijgen dan
plaats in de oppositie. Zo gaat dat eigenlijk bij ons. In dat opzicht heb ik het meer voor het Amerikaanse systeem, het Franse systeem met de presidenten, dat je gewoon voor iemand gaat en degene met de meeste stemmen, no matter what, die worden uiteindelijk de baas van het land. Daar heb ik het persoonlijk meer voor dat systeem, dan voor het systeem bij ons. In principe kan je dat ook democratisch noemen, omdat ja, er gaan altijd wel, uiteindelijk gaan de, normaal gezien ook de partijen met de meeste stemmen samen veel sneller een coalitie kunnen vormen en dus zo het over het land regeren. Maar er zijn in België ook wel redelijk wat partijen waar niet zomaar mee samengewerkt wordt, waardoor dat dus zo'n coalitie vormen heel moeilijk wordt. En dan krijg je soms heel wat kleinere partijen allemaal samen. Bon, je kan dat eigenlijk ook democratie noemen, hè, want uiteindelijk als die allemaal samen zitten, dan zal er van iedere partij wel iets mee beslist worden. Maar dan zit je natuurlijk met dat cordon sanitair tegen bij ons dat Vlaams Belang. En ik denk ook PVDA. Ik denk niet dat daar ooit al mee bestuurd is geweest. Wel, ik denk dat die twee zowel worden buiten kijf gezet, terwijl dan die best wel wat stemmen hebben. Vooral het Vlaams Belang is in Vlaanderen eigenlijk vorige keer enorm omhoog gegaan. Ja, daar wordt iedere keer veel over gezegd en over gedaan. Ik heb eigenlijk niet echt een politieke voorkeur. Ik ben zelfstandig, dus ik moet misschien kijken naar mijn zelfstandigheid en of dat er partijen zijn die daarvoor goed zijn. Wel ja, ik zou het niet zo 1, 2, 3 weten. Er is natuurlijk wel een blauwe partij die heel populair is onder de zelfstandigen. Die heeft trouwens ook aan het roer gestaan van de vorige regering in België, de federalen heb ik het nu dus over. Ja, of dat die zo helemaal goed gedaan hebben, ik weet het zo nog niet, want eigenlijk zijn er heel wat belastingen bijgekomen. Dat is misschien wel nodig, maar langs de andere kant denk ik, goh, ze hebben ook een grote put nagelaten, alweer, hè, want die put die wordt steeds maar groter in België, de staatsschuld, waar we het altijd over spreken. En zo kan ik nog wel een beetje doorratelen over wat er ook wel allemaal misgelopen is. Er zijn ook goede dingen geweest. In de coronatijd heeft de regering er ook voor gezorgd dat we niet kopje onder gingen. Daar zijn we ook wel heel blij om en heel dankbaar om dat die partij ons er heeft doorgesleurd. Hoe had dat er misschien anders uitgezien als er andere partijen aan de leiding waren geweest? Dus ja, ik weet het dus nog helemaal niet. Echt niet. Jolien, die kan... eigenlijk hadden we gedacht van we gaan gewoon niet stemmen. Dat is eigenlijk het makkelijkste van allemaal. Maar we weten het toch eigenlijk niet helemaal en we gaan niet gaan stemmen. Je kunt dat hier aanvragen. We zijn zelfstandig. We moeten ook open zijn op de dag dat de verkiezingen zijn bij ons. Dus ja, we zouden daar niet kunnen geraken. Maar dan dacht ik van ja, eigenlijk willen we wel geraken. Allee, we gaan één van ons twee dan. Dus ik heb dus de volmacht van Jolien gekregen. Dat ben ik moeten gaan aanvragen bij de gemeente. Dat is de burgemeester die daar dan uiteindelijk moet over beslissen. Maar die wist meteen wie dat ik was. Die weet ook van onze zaken. Die zei van ja, inderdaad. En die heeft dus de volmacht aan mij toegekend. Dus ik mag eigenlijk twee keer gaan stemmen morgen. Eén keertje voor Jolien en één keertje voor mezelf. En voilà. Kijk, ik vind het ook wel een beetje ons burgerplicht dat ik het doe. Weet je, het is wel belangrijk. Hè? Het is ook mooi dat we dat mogen doen, hè? Als je dat zo bekijkt. Het is een democratie. Uiteindelijk, de resultaten die komen wel binnen en die gaan ook gezien worden. En voilà, en wat ze daar uiteindelijk gaan mee doen, hè, die regeringsvorming, dat zal waarschijnlijk weer een lange adem worden vooraleer dat voor elkaar komt. Twee jaar terug hebben we echt dagen zonder regering gezeten, maar echt maanden. Allee ja, dat kan nu weer herhaald worden natuurlijk. Hè. Hoe dat allemaal gaat, dat zullen natuurlijk de politieke spelletjes van het vervolg nog worden. Morgen dus, die kiesdag, en dan gaan we stemmen op de goeie zeker. Eerlijk gezegd, ik weet het echt nog niet. Nee. Ik heb geen politieke voorkeur, ik heb geen zaken die ik super belangrijk vind of zo. Voor mij gaat het allemaal wel zijn gangetje en ik heb er ook vertrouwen in aan de mensen die aan het roer staan van ons land, dat die ook wel logische beslissingen maken. Ze doen dat ook niet alleen, die zitten met een kabinet en dat wordt over onderzocht en dat wordt over meebeslist. Dus ik heb wel wat vertrouwen. Ik ben eigenlijk al blij dat we in een democratisch land wonen. Maar voor de rest, om nu te zeggen, ik ga op die partij stemmen, want die hun programmapunten, die staan mij 100% aan. Totaal niet. Ik heb alles eens afgelezen. Ik heb een paar keer de stemtest gedaan. Dat loopt zo uiteen.
Ik heb hem een paar keer gedaan en de ene keer kwam ik helemaal links uit, de andere keer kwam ik helemaal rechts uit. Ook een keer een mooie pal in het midden, dus zo wat meer CD&V-achtig. En denk ik van ja, weet je, het is precies of alle partijen die zijn het met mij eens, ik ben het met hun eens. Tot wanneer dat je dan even in detail hun programmapunten gaat lezen. En denk ik, oh ja, ik sta er toch niet helemaal achter. Ik ben bijvoorbeeld niet voor rekeningrijden. Dat is iets dat ik in sommige partijpunten zie, dat die daar open voor staan. En dus dat alle autowegentaxen vervallen, maar dat je gaat betalen per kilometer dat je rijdt, daar ben ik radicaal tegen. Ik denk, dat is echt niet goed, want dat gaat ervoor zorgen dat we ofwel minder de auto gaan nemen, dus minder gaan willen buiten komen. Hè. Je gaat ook denken, hey, dat is zo, ik kan niet tegen zo'n dingen. Dat is ook zo'n een kilometerteller, als daar een gevolg aan zou komen, bijvoorbeeld met de verzekering of zo. Hè, want je hebt verzekeringen die rekenen aan per kilometer dat je rijdt. Ja, ik zou daar zelf, dat is zo'n tellerke dat bij mij zou beginnen oplopen. Datzelfde als een gasmeter, een elektriekmeter. Ik kijk dat niet te vaak na, omdat ik daar mij zorgen dan in begin te maken. Dus ook dat rekeningrijden, dat kilometerrijden, dat je gaat moeten gaan beginnen nadenken van ja. Die rit die ik nu maak naar de zee, dat kost mij hier 5 euro. Wel ja, ik zou daar eerlijk gezegd niet echt blij van worden of zo. Dus daar ben ik echt niet voorstander voor. Laat het gewoon lijkt dat is. Zorg eerst dat de wegen worden deftig georganiseerd met de taxen die we al betalen. En als dat allemaal in orde is en dat je kunt zeggen van amai, wat een geweldig verkeerssysteem hebben wij. Geen file en geweldige wegen. Dan ben ik misschien nog bereid om tol te gaan betalen. Maar nu totaal niet. Dus dat is iets. Een ander ding dat ik wel belangrijk vind is veiligheid. In grote steden of zelfs in kleine dorpen waar wij wonen, dat vind ik superbelangrijk. Ik vind dat wel goed gaat, maar misschien nog net wat te weinig. Als je sommige filmpjes ziet voorbij komen op internet, of je ziet het ook gewoon, wanneer als ik voor het Brussel bezoek, dan is het altijd erop of eronder. Dan zie je soms echt heel onveilige situaties, denk ik. Die mensen, die moeten wel aangepakt worden. Ik heb niks tegen hangjongeren, want dat is een heel ander iets. Hangjongeren, die mogen er van mij zeker wel zijn. Krapul, om het zo te noemen. Waar dat er slagen vallen of erger vallen. Ja, daar moet een nul tolerantie voor zijn. Ik denk dat iedereen daar ook wel met mij eens is. Dus ja, daar zijn ook wel wat partijen die weer willen inzetten op politiediensten en dergelijke. En dan denk ik van ja, die partij die hun punten moeten ze ook zeker meenemen. En voor de rest, morgen dus vroeg opstaan. Eerst naar het kieskantoor en dan terug naar de zaak, want we zijn weer open met ons koffie en thee. Als je bent eens benieuwd hoeveel mensen dat we gaan mogen verwelkomen bij ons in de zaak. Sowieso zijn de mensen op de been en we gaan ook zien wat effect dat gaat hebben in onze zaak. Tot morgen voor weer een nieuwe vlog.